veel meer die grens weten te verleggen. En dat ze zich ook veel meer inzetten. Diep estafette is een estafettevorm waarin eigenlijk verschillende vaardigheden terugkomen. Allereerst moeten de kinderen blokjes pakken. Een rood en een blauw blokje. Dat moet op elkaar passen. Dan moet een leerling een inschatting maken van als ik dat blokje bij een aantal woorden neerleg, hoeveel woorden kan ik onthouden? En vervolgens moeten ze die woorden, als ze naar een laptop toe lopen, moeten ze die intypen. Een stukje taal komt erin terug, typvaardigheid komt erin terug en ik combineer het dan met bewegen en estafettevorm. Nou ja, fantastische skills om natuurlijk de kinderen aan te leren. Het is best wel leuk, want je leert behendig te zijn met typen. En je leert weer zo snel mogelijk zijn. En op het moment dat de leerlingen met ICT werken, en ik werk ook met instructiefilmpjes, ze zitten op niveau 5 en ze willen niveau 6 balanceren behalen, dan lopen ze naar een iPad en dan kijken ze op het filmpje van wat moet ik hier precies doen. Dus ze hebben dan al meer het gevoel van, hé, ik kan mijzelf helpen als ware om naar de volgende, om een stap verder te gaan. Ik vind het eigenlijk heel leuk, maar ook heel handig, want dan kunnen leerlingen ook weten wat ze moeten doen later. Dat is ja, een van onze belangrijkste doelstellingen. Kinderen voorbereiden op de toekomst. Vinden wij heel erg belangrijk dat onze leerlingen ICT-vaardig zijn en ook les krijgen op een manier die past bij hun leefwereld en bij hun denken en doen. Kijk wie heeft gewonnen. Yes! Wie? Oh, ik heb gewonnen.